elk zijn een dag. Ik ben Free en welkom in mijn gemeente Kuurne. Op de grenzen met de Ordelbeke ligt de natuurreservaat de Oddelij. Een plek die regelmatig werd bezocht door mijn onkel Rick. Ja Rick, heb je hier al een keer iets speciaals getrokken aan de Oddelij in Kuurne? Ah ja, kansen, je kunt een speur of zoiets. Ja, dat zijn een paar kiezen wat water kunnen krijgen. In de winter rijk horen van ik in een roer doen. Ja? Moet wat op de stand zijn. Ja, ja, het visdiefje op trek. Die ik een beetje naar beneden kom over het water vliegen. Ja. Maar ja, het toont een beetje chance in. Ik heb een katje hier. Ja, dat is goed. Wacht, ik heb wel mijn sleutel niet meer. Hè? O ja, ja, kom maar. Ja, ik weet er wel niet meer wat voor in dat touw, hè. Ik moet kijken. O ja, we gaan erover klem. Oh, bij jou moet erover komen. Je moet niet zijn aan Johnny, hè. Nee, nee, nee. Ja, vet, dat was niet dat. Dat is niet van niet. Dus keuren van Lisvogel te zien, ook een beetje chance, lukt dat hier wel een keer. Hier voor? Hier vlak voor, ja. Ja? Maar, ja. Eigenlijk heb je meer keuren als je een tak in het water steekt of zo. Hè. Ze komen dat dan opzetten, zien ze het ons kunnen zetten. Hè, ja, maar zo'n een tak een keer durven inzetten? Eigenlijk, ja, we kunnen dat, hè. We zullen dat beter nog een tak bijsteken. Ja, pas op, ja. Ga je al van Oorbeet, wil je niet zeggen van dat wat er een ecologische val is? Een ecologische val? Dat kan ik niet, want ik heb er nooit van gehoord. Ik weet eigenlijk ook niet wat dat is. Ja. Om ons hier dus toch zetten. Ja, we gaan zetten, maand wat zien om mijn klanten krijgen achter Noord. Maand als we doen. Twee dieren? Ja. Zou ik het beter gaan deze? Ja, moet ik wat doen? Ja, dat maar. Kan wel. Ja. En nu een andere stok voor dat. Oei, mijn groen zijn al af. Een ander stok op die lang dan misschien daar. Ja. Voilà ze. Weet ik het door. Perfect. Nu heb je even verdiend, nu gaan we aan het drinken. Oh, ja. Ja, goed. Zo'n beter niet aan dan Johnny dat we erover gesprongen is hier. Ja, dat neem ik, ja. Je doet een sparrow. Ja, filmen. Kijk welke erin? Ja, hier. Als je een prooi hebt. Ja, pijnlijk. Pijnlijk. Ja, je brood hier misschien ook. Ik weet niet. Sproeit hier alles in de torenbalken. Ah, ja. Die sparrow kan zien dat hier ook even zijn omtrekbrood. Ik weet het niet. Kijk. In het taartje van Kuurne ligt de Rundelong. De favoriete plekken van Jan van Overbeke. De voorzitter van Natuurpunt de Vlasbek. Welkom, we zijn er in de Rundelong in Kuurne. Een van mijn favoriete plekjes, waar ik hier af en toe een keer kom wandelen. Ik kijk op mijn zakken. Dat je komt genieten van de natuur. Dat is er wel, het enige over te vertalen. Hè. Dat was eigenlijk vroeger wat hier woongebied. Maar de Vlasbek heeft dat hier laten omzetten, toepen met de gemeente en een parkgebied waar we nu eigenlijk weet veel kunnen niet van de biodiversiteit. Want we hebben hier een dode tuin, maar we hebben ook een holle weg, we hebben grasland, we hebben water. En dat is eigenlijk altijd wel te zien. Wow, verreken, wat kan dat doen? Hallo, meneer Denbar. Meneer Denbar, meester. Ja, 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 inderdaad, ja. Zeker. De Zoo van Antwerpen. Waarom moet je naar de Zoo van Antwerpen gaan? Van de Oudap. Maar dat is geen nop, hé. Nee, 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 dat is een bos op. De Oudap, dat is een vogel. Een reger. Nee, nee, moet zeker... Nee, nee, baas maar af. Nee, nee, het gaat gewoon eens anders. Ja, dat is goed. En baat nog eens eerst naar ik en toen naar de Zoo, is het goed? Salut, dag. Ja, mooi. De boeder af en toe had ik al wel, hè.
Ik heb dus vast verteld eigenlijk dat dat hier toe op aangelegd geweest is met de gemeente. He, het had wel wat zoommerkingen, dat we allemaal dik in orde met geen klagen van. Maar ze weten er nog niet zoveel van. Ze moeten dat hier af en toe nog leren. He. Juist te bellen met een burgemeester, voor te vragen of dat toch iemand die er zoveel ontwerp met bellen, voor die noper te komen pakken, maar het ging over een woede op, dat een voel. En dat is het een achter het ander. He. Zijn er de politie gestuurd nas. Ja, dat is echt te laat. We zouden hun mond te vangen en we dat live ingegeven op warming.be. En het is een van de gemeenten die we gaan doen hier. En je gaat zien dat mijn kegel erover is. Je pijt er een hele bende satanisten uit. Hup, politie hier binnen. Niet gewoon een mot eigenlijk, hè. Een kegel erover. Zien politie, hebben we er ook gehad. Zien politie er gekomen omdat ze een broendagel gezien hebben. En we kunnen pezen wat ze daarvan maakten, van een broendagel. En weer, dat is gewoon een mot, hè. Die motten, dat kennen ze eigenlijk niet. En zo te pezen. Andere dingen, hé, dat we heel dagen zien, vlinders, dat ze die wel kennen, die overdag vliegen. Maar dat geeft ook mijn zin. Weet je dat twee weken geleden was zeker dat ik hier wandelde, naar de andere kant op, bij die ezels. Ik zag een grote vos. Ik die grote vos, ik zei onmiddellijk op warnemien.be. Ik stuurde ook een mailje naar de gemeente, van dat een grote vos te zien. Het was direct pris. Ze zeiden van ja, inderdaad, dat zou wel kunnen zien. Het zijn er van twee gezinnen achter de groene long, de kies doorgebeten. Ik weet niet dat er gewoon boeren om een keer in de bevelis te zien.